Ja, het is weer zover. Ik zit lekker op het internet te surfen. Facebook, Twitter, Insta, je kent het wel. Op een gegeven moment kom ik een filmpje tegen van Adrie en John. Vooral 's nachts dat je wakker wordt van de klappen van de eikels die van die hoge boom afkomen en er over het kunstnakdak naar beneden rollen, daar word je wakker van. Ze hebben last van eikels. Nu heb ik ook last van eikels, maar bij hun zijn het andere eikels. Die dingen die uit die boom flikkeren, zeg maar. Het gaat wel over kilo's, hè? Kilo's eikels. En dat is zo erg bij Adrie en John, die kunnen er niet meer van slapen. Het komt van de boom die van de gemeente Bronckhorst is. We hebben het echt wel gehad hoor met deze gemeente, want men doet helemaal niets. Gemeente Bronckhorst, waarom kappen jullie nou de boom niet? Die mensen voelen zich in de steek gelaten, die voelen zich teleurgesteld. Hallo, er zijn 2 mensen van de 17 miljoen mensen die in Nederland wonen, hè? Die hebben last van eikels op hun dak. Los van het feit dat in Sint Maarten hebben ze niet zo'n dak meer. Maar daar hebben we het niet over. John en Adrie, die moeten gewoon geholpen worden. Schaam jullie dat jullie niet gewoon eventjes een boom die al jarenlang daar staat, misschien een eeuw, dat jullie die niet zomaar even omkappen. Ik kan geen eikel meer zien. Het hoeft geen eikel te zijn om aan een boom te hangen. Dat is een uitdrukking, dan kun je om lachen, maar daar kan ik momenteel helemaal niet meer om lachen. John, ik snap jou wel. Ik snap dat gevoel, die pijn, maar jij moet misschien even op uw vrouw letten. Want jij loopt allemaal te klagen bij de gemeente en ik snap de pijn, hè. Ho, maar jouw vrouw die heeft ook een eikel nodig. Want dat is een zuur gezichtje, hè, John. En als vrouwen een zuur gezichtje hebben omdat ze niet hun medicijn krijgen, zeg maar, dan gaan ze naar een andere apotheek. En je begrijpt wel wat ik bedoel. Conclusie van het verhaal. Gemeente Bronckhorst, jullie moeten gewoon een boom kappen. En John, je moet je eikel afstoffen. Dat moet jij doen. Hebben jullie nou ook een video gezien waarvan jullie zoiets hebben van hey, die mag ook wel eens gebashed worden? Laat hem hieronder achter in de comments en wie weet bash ik hem voor jou. Houdoe en bedankt!